S'morgens was het nog rustig in Pannenkoekenhuis Den Tol in Beuningen. Maar de reserveringen stromen binnen. Het is namelijk Nationale Pannenkoekendag. Ja, we hebben zeker wel veel drukte, veel boekingen staan. Van origine is het zo dat Pannenkoekendag natuurlijk een dag is waarin kinderen voor ouderen een pannenkoek bakken. Of dat nog gebeurt, weet ik niet. Maar wij bakken ze met alle liefde. We hebben in de socials hebben wij een contest uitgeschreven van wie verzint de nieuwste pannenkoek. En daar is één winnaar uit bekend geworden. Er staan tientallen verschillende pannenkoeken op de menukaart. En één daarvan is veruit het meest populair. We hebben een hele uitgebreide menukaart. Pannenkoeken van hartig tot zoet. Het is niet meer alleen maar appel en spek, maar je kunt echt heel veel hier krijgen. De meest verkochte pannenkoek bij Den Tol is de boerenpannenkoek. Dat is specialiteit Den Tol. En die wordt gewoon heel veel verkocht. En wat zit er dan op die pannenkoek? Spek, ham, salami, allerlei groenten. De tijd van een simpele spekpannenkoek lijkt wel een beetje voorbij. Nou, ik denk dat de trend in pannenkoekenland is niet meer de ouderwetse manier alleen van spek en appel. Maar dat de trend is dat pannenkoeken een uit eten is. Nou, ik ben dol op pannenkoeken. Mijn favoriet is toch wel de appel. Maar we hebben één keer in het seizoen hebben wij dus een specialiteit in Tol. En nu hebben we een Japanse pannenkoek. Ja, en die vind ik toch wel heel bijzonder. Natuurlijk mochten we zelf ook proeven. Ik vind het juist heel leuk dat jullie een pannenkoek komen eten. We gaan straks iets lekkers uit de kaart kiezen. En dan denk ik dat jullie verslaafd worden aan onze pannenkoeken.